Are you ready? So are you ready? This is King Dance Festival. Goedemorgen, voor mij is het op dit moment nu 10:48. Super tof dat jullie weer hebben geklikt op deze vlog. Nieuwe mensen die helemaal niks van mijn YouTube kanaal afweten. En ja, mijn trouwe kijkers, om het maar een beetje zo te zeggen. Ik ga vandaag werken bij Dance for Liberation. Ik ga proberen wat beelden te maken voor jullie. Anders vraag ik weer aan mensen op Snapchat of ze dat willen maken. Maar in ieder geval zeg ik, geniet van deze vlog. Als jullie kunnen zien, neem ik dit echt op een andere dag, want voor mij is het nu precies 7 mei. 7 mei en normaal is het zo, normaal dagelijks, of vlog ik dagelijks. Alleen omdat ik dus flinke tijd, niet zo lekker voelde, heb ik dus ook niet dagelijks meer zeg maar gevlogd. En op deze dag heb ik niet zo heel veel gefilmd op Dance for Liberation. Ook al was het een hele gave ervaring. Een hele leuke festival. En ook daarom naar de mensen die speciaal naar deze vlog hebben, of video hebben gekeken of hebben geklikt. Ik heb helaas maar 2 clipjes van Dance for Liberation zelf. Komt omdat er voor de rest niks buiten is gebracht van het festival zelf. En ik heb ook een clipje van King Dance Showcase. En ik heb die nu ook direct voor mijn neus, zoals jullie kunnen zien. Zo. Echt fantastisch. Ja, ik blijf het maar gewoon vet vinden. Weet je, ik laat gewoon een klein stukje zien. Voor mij begint het vanaf hier. Carry this orange positivity with you. And continue to stand shoulder to shoulder. Ja, dit is een lastig film, ja. Maar jullie zien dit ook straks. As we give you an unforgettable orange experience like never before. Ja, ik laat hem lekker op pauze. Ik laat hem echt gewoon lekker op pauze staan, want jullie zien dit zo. Jullie zien het dus direct na dit. Wauw. Na dit clipje komt dus eerst de 2 clipjes die ik heb dus gemaakt. Sorry, ik heb nog steeds een beugel. 2 clipjes aan van Dance for Liberation zelf. En daarna komt dus het clipje van wat ik dus net heb laten zien. Alleen dan ongeveer 10 minuten. Dus pak alvast wat popcorn of wat of drinken erbij. En ga er gewoon lekker voor zitten. En geniet gewoon nog steeds nogmaals van deze vlog. Today, we raise our flag. That is colored red, white, and blue. But there's another color that truly unites us. The traditions, culture, and diversity that makes our kingdom so unique are beating strongly in our orange hearts.
orange heart. We hope you carry this orange positivity with you and continue to stand shoulder to shoulder. As we give you an unforgettable orange experience like never before. So are you ready? This is King Dance Festival. Dance Festival. Put the
Dance Festival. Let the bass kick. Festival. Zo, wat een showcase was dat, beste mensen. Ja, en meer beelden heb ik eigenlijk niet. Dus er komt hier direct ook helaas een einde aan deze vlog of video. Het is net een beetje hoe je het zelf zou bekijken. In de een van de komende weken, dagen komt ook zo. Ik haat het echt. De dag voordat ik naar de auto moet gaan, heb ik altijd last van mijn beugel. Er komt de recap van King Dance komt ook binnenkort uit. En ook inderdaad van Dance Celebration en van Koningsnacht. Bereid me alvast voor op iets leuks in ieder geval. Maar dan ga ik hier al de vlog bij afsluiten. Dus hopelijk heb jij genoten van deze vlog. Ook de nieuwe mensen die het kijken. Dus ja, beloon hem dan even snel met een duimpje omhoog. Abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk zie ik jullie allemaal. In ieder geval volgend jaar gewoon weer bij King Dance en Dance Celebration. En anders binnenkort weer terug bij een nieuwe vlog. En dan zijn we zoals altijd. En trouwens, dikke shout-out naar de hele organisatie van King Dance en Dance for Liberation en Koningsnacht. Wel dood op met werken, maar het zeker weten wel waard om daar te gaan werken.
Wanneer er vacatures openstaan, dan zou ik dat in de beneden in de beschrijving neerzetten. Want volgend jaar zou ik daar iets minder gaan willen werken. Komt ook omdat ik ook zelf wil genieten van het festival als bezoeker zijnde. Dus je kunt een beetje zelf een beetje je dagen gaan inplannen, zo van welke dag je wilt werken. Ik weet in ieder geval wel dat Lucky Festivals dat al wel heeft. Dus als je daar wilt werken, link in de beschrijving. En anders is het te wachten op het Instagram account van King Dance en Dance Celebration. En dan zeg ik zoals altijd, laters.